Welkom in het Albertspark, waar KVO-stende standaard wetteren op bezoek krijgt. Na een teleurstellende 0 op 15, oftewel een 1 op 18, moet KVO de 3 punten absoluut thuis houden vanavond. Geen gemakkelijke opdracht, gezien er met Wetteren er een stugge ploeg over de vloer komt, die zich zeker zal willen laten gelden na hun 4-0 nederlaag tegen Lommel op de vorige speeldag. Uitkijken wordt het ook naar de nieuwe Bulgaarse spits Vladislav Mirchev, die zijn eerste thuiswedstrijd voor KVO zal gaan spelen. Ook nieuwe doelman Ruben Danschotter is erbij, hij begint weliswaar op de bank. KVO kan helaas voor deze wedstrijd niet rekenen op Lucin, die een zestal weken buiten strijd is. De vraag van vanavond is waarschijnlijk, hoe lang zal Pister het nog uitzingen als deze wedstrijd verloren zou worden? Veel kijkplezier met deze ruime samenvatting. Standaard 0-0. Ik wou dat het waar was geweest met dan standaard Luik, maar het is helaas standaard Wetteren dat hier twee punten pakt en Oostende eigenlijk voor het eerst een puntje pakt in zes wedstrijden. Maar goed, dat is dan 2 op 22. En de malaise vandaag was compleet. Eerlijk gezegd, dat krijg je niet verkocht in het buitenland van een ploeg die mikte op eindronde. Dat tweede klas is en van een ploeg die uit derde komt, wel, die hebben getoond wat ze konden en het was gewoon karakter. En bij Oostende was het weer braafjes. Ik vergelijk het een beetje met een elektrische motor, rondjes draaien, proper voetbal, korte pasjes, rondjes rijden, benzine, nee, elektriciteit op. En blijkbaar, men kan dat niet ontkennen, ergens rond en op het veld, kortsluiting. Terwijl bij Wetter was het ouderwets, als de bal dan braafjes in de voeten werd gespeeld, lopen, kick en rush. Maar laat ons eerlijk zijn, dankzij Jeremy, onze doelman, hebben we toch één fase meegemaakt waarbij hij zijn netten heeft vrijgeschoten kunnen houden. Het enige pluspunt, misschien voor de ploeg, het kan cynisch klinken, maar uiteindelijk de supporter, die we eigenlijk te weinig horen, maar we begrijpen stelletjes aan waarom. Alhoewel, misschien is het moment dat je toch eens moet durven voor je ploeg en achter je ploeg blijven staan. Maar goed dan ook, er is één pluspunt.
de nieuwe netten, die zijn niet geraakt. Dus er is daar geen schade opgelopen. Maar ik vrees wat betreft de ambities van de ploeg, dat het Wonder Oriente een mirakel moet worden. En als dat ooit nog waar zou zijn, dat er plots die ommekeer komt tegen die drie grote ploegen, OHL, OHL, Mons en daartussendoor ook nog Dender. Wel, dan moet je bijna spreken niet van een mirakel, maar van een heilig verklaring. En ik noteer de woorden van Brian van den Bergen. We hebben nood aan positieve coaching. Maar wat ons betreft, wij blijven eerlijk. Hoe dat wij vandaag positieve commentaar moesten geven, nee, dat was een mission impossible. Hopelijk, wat we vandaag hebben gezien, is dat voltooid verleden tijd qua prestatie en niet wat betreft resultaat op het einde van het seizoen.